dat is gewoon niet haalbaar. In dit gebied moeten we fietsen, met de auto is gewoon niet haalbaar, omdat je met parkeergelegenheid zit. Dus een minuut gaat niet lukken. Ik vind het eigenlijk heel slecht. Als ik bijvoorbeeld in een intern zou werken, dan zou ik wel die pauze hebben. En dan heb ik niks te maken met reistijd, maar dan is het gewoon 8 uur werken. En hier werken we toch wel veel in eigen tijd en dat is gewoon heel erg jammer. Een hele slechte zaak, zowel voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers. Want er is een mega gebrek aan mensen in de wijkzorg. En dan denk ik, dan moet je juist zorgen dat daar mensen graag willen werken. Maar mensen, hè, die horen wel op een verjaardagsfeestje, ja, ik fiets me ongans en ik krijg er niks voor betaald. Hè, en ik moet elke dag een aantal minuten overwerken die ik niet uitbetaald krijg. Als jouw cliënt toevallig in het ziekenhuis belandt of die is er niet of om wat voor reden dan ook, dan is dat probleem van de werkgever. Maar het kan niet zo zijn dat het dan op jouw konto komt en er wordt gezegd, ja jammer, maar in dat uur krijg je even niet uitbetaald. De cliënten die houden je op de been, die maken het werk mooi. Ja, ja. En daar doe je het voor.